De hockeysters van Laren gaan de winterpauze in als koploper van de Rabo hoofdklasse. De ploeg van Richard de Snaaier kroonde zich zondag met een klinkende 6-1 zege op Klein Zwitserland tot winterkampioen. Ja, heerlijk, zeker. Dit is ook ons doel. Vooraf hadden we al in ogen hadden we het plan om gewoon goede potten neer te zetten. Om met dit team, wat sterker is geworden dan op van vorig jaar, om daar landskampioen mee te worden. Daar zijn we nu goed mee op weg. Het is lekker om winterkampioen te zijn, maar het zegt natuurlijk nog niet zoveel. Je hebt nog een hele lange weg te gaan. En over afgelopen seizoen zelf mogen we gewoon heel tevreden zijn. We hebben gewoon goed gespeeld. Ook de jonkies die hebben het goed meegedraaid. Alle internationals, maar ook de mensen die zijn gevallen bij het Nederlands elftal, die staan gewoon heel goed te spelen. Iedere keer zijn andere mensen die opstaan en die goed spelen. Dus ja, het is mooi. Tegen KZ hoeft de Sombroek bijna niet in actie te komen. Toch kreeg de international een doelpunt tegen. Ja, dat was wel balen. Corner, dat deed Alès mooi. Die speelde gewoon als eerste uitloper uit en die timmert hem hard in. Verder stonden we verdedigend goed. Hebben we weinig weggegeven, veel kansen gecreëerd. Dus we kunnen tevreden zijn. En als je kijkt wie er allemaal geblesseerd zijn, dan hebben we het goed opgepakt. Hoe is dat voor jou zo'n wedstrijd? Ik bedoel, je krijgt dus eigenlijk maar één bal en een strafcorner tegen. Hoe is dat? Koud. Nee, dat heb je wel vaker. Ik zit gewoon bij een topploeg. En daar, krijg ik wel iets meer te doen. Maar het hoort erbij. En als wij gewoon mooi spelen, dan geniet ik ervan. Het is balen dat we een goal tegenkrijgen. Dat was niet nodig, denk ik. Maar verder mogen we heel tevreden zijn. Is dat lastig om nog gefocust te blijven? Dus die hele 70 minuten lang? Nou, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Maar het is wel belangrijk inderdaad. Want ik heb wel vaker, bijvoorbeeld vorige keer tegen KZ, kreeg ik ook één bal in de laatste minuut. En dat was een schot richting kruising. Het is wel belangrijk dat je die dan gewoon pakt. En dat lukte over het algemeen heel aardig. Want Laren maakte deze eerste competitiehelft niet alleen de meeste doelpunten. Het kreeg er ook de minste tegen. Sombroek werd in de eerste 13 duels slechts 7 keer gepasseerd. Maar dat is niet alleen aan mij te danken, de verdediging. Maar ook voor een groot deel aan jou te danken, toch? Nou, het gaat goed. Ik sta heel lekker te keepen, dat zeker. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, is er wat veranderd voor jou? Of ben je eigenlijk gewoon hetzelfde aan het spelen als vorig jaar bijvoorbeeld? Ik ben gewoon weer veel gegroeid. Dit is nu mijn derde jaar in de hoofdklasse. En ieder seizoen maak ik stappen. En daarnaast, bijvoorbeeld in de coaching, ben ik veel vooruit gegaan. In het inschatten van situaties, in het uitkomen. En daar train ik met Bart van Galen heel hard op. En verder is ons team ook gewoon echt sterker geworden dan vorig jaar. En dat is nu dus ook goed zichtbaar op de ranglijst. Waar Den Bosch inmiddels op 5 punten achterstand staat. Ja, het had niet beter gekund eigenlijk. Het is jammer dat we tegen Den Bosch toen een puntje hebben laten liggen. Maar verder gaat alles supergoed. En nu de winterstop en dan zorgen dat we weer stappen zetten. En dat we straks weer er staan. Voor jou naar Spanje, hè? Ja, Alicante. Met Nederlands elftal en met Jong Oranje. Ja, heel veel zin in. Lekker knallen, lekker veel trainen. Wel even lekkerder dan hier ook, denk ik. Ja, volgens mij is het daar 20 graden. Dus dat scheelt wel. De competitie bij de vrouwen in de Rabo-hoofdklasse wordt hervat op zondag 4 maart.